dus de wedstrijd in de Champions League in Madrid tegen Atletico. Maar eerst speelronde 7 in de Eredivisie met deze wedstrijd tegen Go Ahead voor de regerend landskampioen. Go Ahead, 6e in de Eredivisie, 10 punten na de eerste 6 competitiewedstrijden en heel goed gestart. De wedstrijd die zo dadelijk vooraf wordt gegaan door een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de schietpartij hier in Rotterdam. Zeer indrukwekkend. En dan kan Wiever vooruit. Kan Wiever misschien gaan schieten? Doet hij niet. Geeft de bal aan Stengs. Stengs! Eerste redding van Jeffrey de Lange. Zo neemt de druk op Go Ahead nu al toe. Hier is de hoekschop van Stengs. En dat is ook een levensgrote kans, zeg. Voor Hansko. Die weliswaar de bal achterwaarts moet koppen, maar behoorlijk vrij is. En het kopduel gemakkelijk kan winnen van Victor Edwardsen. De 12e man laat zich nog maar even horen. Hansko. En hier is Paixão. Hartman, Jiménez in positie. Maar een teleurstellende voorzet. Paixão tegenover Adekanje. Deze voorzet is beter en bijna zit hij erin. Heerlijke voorzet voor Santiago Jiménez. Daar mankeert niet veel aan deze voorzet. Amova blijft hier wel rustig, wilde ik zeggen, maar hij is hem kwijt. Geen overtreding. Minté kan het zelf gaan doen. Minté doet het zelf. 1-0 voor Feyenoord. Eindelijk is het raak voor de ploeg van Arne Slot. De spelers van Go Ahead protesteren omdat er een overtreding zou zijn gemaakt op Amova. Niet heel veel aan de hand. Je kan wel zeggen dat Wiever de bal daar met de hand raakt. En dat er sprake is van Hens. Daar zal de VAR naar kijken. Kamphuis gaat wel naar het scherm. En gaat er dan nog een streep door deze goal? Hij fluit voor Hens. En dus gaat er een streep door de openingstreffer van Minté. Edwardsen. Meteen afgestopt door Hansko. Paixão. Alles meteen in beweging. Jiménez komt niet aan draaien toe. Minté ligt een speler van Go Ahead, gebaseerd op de grond. Daar heeft de scheidsrechter wel oog voor, maar hij grijpt niet in. En dus kan Feyenoord door en kan Feyenoord scoren. Wat een schitterende goal. En hier gaat geen streep door. Yankuba Minté. Vaak legt de scheidsrechter de wedstrijd stil als er sprake is van een blessure aan het hoofd. Dat zal nu toch ook wel gevraagd worden aan Kamphuis. Het is een botsing tussen Deil en Paixão, maar dan in de kleine ruimte. Uiteindelijk de behendigheid van Yankuba Minté. Langs Nauber. Kuipers die niet echt in kan grijpen. Minté profiteert door de benen bij Jeffrey de Lange en Feyenoord op 1-0. Daar was Nauber, bal in de kluts en een kans voor Go Ahead. Nog een schot van afstand. Hij was er dichtbij. Bellenreuther schrikt ervan, maar zit uiteindelijk wel 2 keer goed. Jiménez bij de tweede paal. Zo, die kan hier vrij inschieten. Hoe is dat toch mogelijk? Die zou ik toch in de gaten houden. Redding van de Lange. Edwardsen is hem kwijt. Geertruida. Minté. Go Ahead moet achteruit.
Kans om te schieten en een goede redding van de Lange. Overtuigende uithaal van Yankuba Minte, die zich nog meer en meer laat gelden. Wiever. Hartman probeert dan speelbaar te zijn. Jiménez krijgt met Amova te maken. Hartman en toch de goal. Er is geen hou aan. Stengs maakt hem. Keer op keer duikt er wel een speler van Feyenoord op in het strafschopgebied van Go Ahead. En de Kuip in vuur en vlam. Eerst die knal van Minte, goed gepakt door Jeffrey de Lange. Maar de volgende Feyenoord aanval laat niet lang op zich wachten. Dan is hier een hele fijne voorzet van Hartman. Afgerond door Kelvin Stengs, die zijn tweede doelpunt maakt in dit seizoen. Wiever, Stengs, zo makkelijk weer. Nog altijd heeft het middenveld van Go Ahead geen antwoord. Hier komt Jiménez. Uitstekend zijn doel verkleind, Jeffrey de Lange. Het is eigenlijk het enige wat er nog aan ontbreekt bij Feyenoord. Een doelpunt van Santiago Jiménez. Dat zou zijn tiende zijn in dit seizoen. Jiménez staat hier 1-1. Jiménez zelf! Maar de bal op de paal. Geeft hij hem voor. Dan heeft Yankuba Minte de bal voor het inschieten. Maar natuurlijk gaat een echte spits voor zijn kans. Jiménez neemt de bal niet goed aan hier. Maar vindt hem hier terug. Santiago Jiménez. Minte. Maakt hij er nog een? Hij schuift hem voorlangs. Geertruida. Stengs. Jiménez uit de draai. En toch zijn goal. Zijn tiende. Het is de treffer die vanmiddag het luidst bejubeld wordt in de Kuip. Want wat is Feyenoord in zijn nopjes met deze Mexicaanse goalgetter. En het publiek ook op de bank voor Santiago Jiménez. Die meteen na zijn doelpunt wordt afgelost. Botsing. Deil. Zo kan Go Ahead misschien nog iets terug doen. Silasso schiet hem raak. Go Ahead scoort. En maakt de nederlaag die eraan zit te komen zo iets draaglijker. En dan fluit scheidsrechter Kamphuis voor het einde van deze Feyenoord Go Ahead. Applaus van het publiek. Applaus van Slot. Feyenoord oppermachtig vandaag tegen Go Ahead. Het wint uiteindelijk met 3-1.